Rob Maaskant, het nieuwe seizoen gaat beginnen. Nou, de eerste vraag zal iedereen stellen. De doelstelling voor komend seizoen? Promotie. Ik denk dat, dat eigenlijk iedere ploeg die degradeert dat voor ogen heeft. En dat is bij ons ook zo. Het is ook een noodzaak als wij de club willen bouwen zoals we dat denken dat dat goed is voor NAC. Dan moet je op het hoogste niveau spelen. Drie nieuwelingen vandaag bij de eerste training. Tevreden over hoe het er nu toe staat met de in- en uitkomende spelers? Ja, met de wetenschap dat we hoe we er financieel voor staan. En dat het een lastig verhaal is. We weten ook dat er veel ontslagen zijn gevallen bij NAC natuurlijk. Persoonlijke drama's. Aan de andere kant heb je het voetbalbedrijf wat door moet draaien. En dan zijn we erg tevreden over wat we tot nog toe hebben kunnen doen. Maar ook wel de zaken waar ik overigens niks over ga vertellen. Voordat het een vervolgvraag wordt. Maar ook de zaken die nog op komst zijn. Nou, daar ben ik niet ontevreden over. Nee, want namen ga je natuurlijk niet noemen. Kun je misschien uitspreken waar je echt nummer één prioriteit ligt momenteel. Als het gaat om het verder versterken van de selectie. Nou, op dit moment ligt het even stil. Want we weten allemaal dat Adnan Tiganouini verkocht zal gaan worden. De kans dat groot is, dat lijkt me duidelijk. Op het moment dat gebeurt, dan zullen wij weer volgende stappen gaan nemen. En onze rechtsbackpositie is natuurlijk nog vakant. Daar hebben we op dit moment geen spelers voor. De rest van de spelersgroep is redelijk ingevuld met de jongens die er nog waren. En met de aantal aankopen die we al gedaan hebben. Ja, je spreekt uit. Ja. Rob Maaskant, nieuw seizoen gaat beginnen. Nou, de eerste vraag zal iedereen stellen. De doelstelling voor komend seizoen? Promotie. Ik denk dat eigenlijk iedere ploeg die degradeert dat voor ogen heeft. En dat is bij ons ook zo. Het is ook een noodzaak als wij de club willen bouwen zoals we dat denken dat dat goed is voor NAC. Dan moet je op het hoogste niveau spelen. Drie nieuwelingen vandaag bij de eerste training. Tevreden over hoe het er nu toe staat met de in- en uitkomende spelers? Ja, met de wetenschap dat we hoe we er financieel voor staan. En dat het een lastig verhaal is. We weten ook dat er veel ontslagen zijn gevallen bij NAC natuurlijk. Persoonlijke drama's. Aan de andere kant heb je het voetbalbedrijf wat door moet draaien. En dan zijn we erg tevreden over wat we tot nog toe hebben kunnen doen. Maar ook wel de zaken waar ik overigens niks over ga vertellen. Voordat het een vervolgvraag wordt. Maar ook de zaken die nog op komst zijn. Nou, daar ben ik niet ontevreden over. Nee, want namen ga je natuurlijk niet noemen. Kun je misschien uitspreken waar je echt nummer één prioriteit ligt momenteel als het gaat om het verder versterken van de selectie? Nou, op dit moment ligt het even stil. Want we weten allemaal dat Adnan Tiganouini verkocht zal gaan worden. De kans dat groot is, dat lijkt me duidelijk. Op het moment dat gebeurt, dan zullen wij weer volgende stappen gaan nemen. En onze rechtsbackpositie is natuurlijk nog vakant. Daar hebben we op dit moment geen spelers voor. De rest van de spelersgroep is redelijk ingevuld met de jongens die er nog waren. En met de aantal aankopen die we al gedaan hebben. Ja, je spreekt uit natuurlijk Rubini. Die gaat wel weg. Dat hoop jij op korte termijn. Voor hem misschien. Maar ook omdat je dan inderdaad weer actie kan ondernemen. En andere spelers kan gaan aantrekken. Ja, nou, het is ook gewoon nodig voor de club. Willen wij op een bepaald niveau blijven functioneren financieel. Dan is de verkoop van Adnan gewoon nodig. Sorry. Ja. Wat moet ik aan denken? Wat voor bedrag verwacht jij voor Tiganouini te kunnen vangen? Ga ik niet op in. Maar met een bedrag wil je meer vooruit kunnen, dat is dan logisch. Ja, dat is duidelijk. De onderhandelingen lopen links en rechts. Maar wij zullen ook niet op bedragen ingaan en we zullen ook geen bedragen bekendmaken zodra de verkoop gedaan is. Het is een hele leuke en interessante periode die er nu aankomt met de vorming van de nieuwe selectie. Ja, nou, maar dat is altijd in de, of je nou Eredivisie speelt of Eerste Divisie. Liever het hoogste niveau uiteraard. Maar het samenstellen van een groep heeft met enorm veel facetten te maken. We hebben een ideaal plaatje. Alleen dat ideaal plaatje heb je bijna nooit de financiën voor. Dus daar moet je op andere wijze mee omgaan. En dat maakt het vak interessant. Er zijn een heleboel haken en ogen links en rechts. Maar een goede balans van de groep is gewoon heel erg belangrijk. En daar denk ik dat we een goed idee over hebben. Je bent weer hier in Zundert op het trainingsveld. Voor het eerst maar weer op het trainingsveld sinds de fatale dag. Is je muur weer een beetje opgekalfaterd?
Nou, we hebben net wel wat gesprekken gevoerd met jongens. Iedereen heeft zondag natuurlijk zijn tas gepakt en is op vakantie gegaan. En dat was heel emotioneel. We hebben net binnen, we zijn hier al overigens al een paar dagen hoor. Maar vandaag is de eerste training. We hebben net wel met de spelersgroep gesproken. We hebben met individuele spelers gesproken om het achter ons te laten. Ik bedoel, het zal altijd een litteken blijven geven, die dag. Maar ja, het is ook weer, we moeten nu ons weer richten op promotie. Ja, de zon schijnt, dat moet ook het komende seizoen zijn. Ja, het moet in teken staan van een goed seizoen en dus hopelijk promotie afdwingen. Ja, nou ja, goed. Op het moment dat je door je diepste dalen heen gaat, dan ontstaat er vaak weer wat moois. En dat proberen we voor elkaar te krijgen door nogmaals een selectie samen te stellen waar we en mee kunnen promoveren, maar waar we ook waarde kunnen houden als we de Eredivisie volgend jaar weer ingaan. En dat is, daar zijn we redelijk mee op weg. Dat is een vraag waar je misschien moeilijk een antwoord op kan geven, maar toch. Wanneer heb jij je selectie helemaal rond te hebben? Ja, natuurlijk vandaag het liefst, hè, maar toch. Nou ja, je weet dat dat pas laat zal zijn. We hebben de selectie rond in principe, hè. Laat dat ook duidelijk zijn. Want op het moment dat wij morgen moeten voetballen, staat er gewoon een uitstekend elftal. Maar ja, we weten ook dat er clubs zich kunnen melden. We weten ook dat we een aantal contracten hebben waarbij spelers zelf nog een andere club kunnen gaan vinden. Dat is nou helemaal zo vastgelegd. Dus we zijn klaar voor alle gevallen die eventueel plaats mogen vinden. Maar de eerste speeldag thuis tegen Volendam, dan hoop ik wel dat we klaar zijn. Ja.